During the following session, you will experience provocations and insults. You may experience fear. Don't be afraid. We will help you to control your negative emotions. Just concentrate on your breathing and think happy thoughts. Deze film gaat over angst. Over de angst voor de islam. Over de angst voor Geert Wilders. En hoe de angst raast over ons land. Vervolgens komen er een paar duizend mails... waar hele nare dingen in staan. Beangstigend? Beangstigende. Ik ben echt letterlijk bang. Deze film gaat niet over de aanhang van Wilders... Hij gaat niet over de malaise en de onzekerheid in het Nederland van nu. Nog over de mensen die op zoek gaan naar nieuwe leiders. Deze film gaat over een bange man. Met een boodschap voor bange mensen. Over de angstfantasieën die hij creëert. En over wat je bereikt met het zaaien van angst. Ooit was Geert Wilders een gewoon parlementslid. Misschien een tikje opstandig. Met een gepassioneerde liefde voor Israël en een stevig wantrouwen naar de islam. We worden bedreigd, we worden moslims. Ja, wij zijn bang voor de islam. We worden bedreigd door de moslims. Want ze doen vaak van kwaad om. Want ze doen. Veel mensen waren getuigen van de moord op Theo van Gogh in Amsterdam-Oost. En ze zagen de dader weglopen naar het nabijgelegen Oosterpark. En daar werd de verdachte even later aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Amsterdammer met een dubbele nationaliteit. De Nederlandse en de Marokkaanse. Over zijn motieven wil de politie nog niets kwijt. In het lichaam van Van Gogh steekt een mes. Aan dat mes zit een brief. Er staat een waarschuwing op aan Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders. Zij zullen de volgende zijn. Meneer Wilders, bent u bang? Ja, natuurlijk ben ik bang. Ja, natuurlijk ben ik bang. Wilders duikt onder in de gevangenis van Kamp Zeist. De angst en het isolement lijken hun sporen achter te laten op zijn gemoed. Als hij een paar maanden later weer aan het werk gaat, is hij omringd door bodyguards. Voorheen keerde hij zich alleen tegen de uitwassen van de islam. Maar nu moet de hele islam eraan geloven. En hij slaat de gevestigde politici volledig uit het lood. Moslims kunnen de teksten in de Koran die eeuwig gelden voor alle moslims... ook vandaag de dag nog beschouwen als een license to kill. Wat zou ik trots zijn als de Nederlandse Tweede Kamer een keer zou zeggen... we wachten niet af en we gaan die zieke ideologie, die foute godsdienst islam... en dat boek de Koran wat oproept om verschrikkelijke dingen te doen met mensen... met christenen, met joden, met ongelovigen, met vrouwen, met noem maar op. Het staat er allemaal letterlijk in. We gaan ervoor zorgen dat dat niet meer in de hoofden van de mensen komt... en ook niet meer in de moskee wordt voorgelezen door iemand, een imam... die zegt dat het ook nog de waarheid en het ware woord van God is. Als we dat nou eens zouden voorkomen, dan zou Nederland er zoveel beter uitzien. Woorden kunnen wonden slaan. En ieder die het vrije woord gebruikt, dient zich hiervan bewust te zijn. Maar behalve een enkeling blijft het stil in de Kamer. Goedemorgen, meneer Wilders. Mag ik nog even wat vragen? Nee, dank u wel. In het verleden kregen politici die minder ver gingen dan Wilders... het veel zwaarder te verduren. Geen racisme, geen stem! Pim Fortuyn is vanavond rond 6 uur in Hilversum op het Mediapark neergeschoten. En natuurlijk hebben ze nooit geroepen van... was er maar iemand die Fortuyn doodschoot. Maar
Vanuit die hoek is hij wel gedemoniseerd. U zegt Wilders is het kwaad, dat kwaad moet gestopt worden? Nou, ik heb vooral gezegd van laten we iets tappen onder de noemer van stop de verwildering. Dat is onder de gordel, dat is demoniseren. We hebben het verleden gezien waar dat met Pim Fortuyn toe heeft geleid. Ik zou niet hopen dat de heer Terpstra nu verantwoordelijk wordt voor een herhaling daarvan. Handig weet Wilders de dood van Fortuyn te gebruiken om zijn politieke tegenstanders tot zwijgen te brengen. Advocaat van Geert Wilders is Bram Moskowitz. Het zijn verhitte dagen. Het wordt demoniserend zelfs. Van beide kanten. Nou, dat weet ik niet. En zo zijn we in de vreemde situatie beland waarin maar weinig mensen iets durven te zeggen over Wilders. Maar Wilders alles zegt. Over iedereen. Dat is een minister onwaardig. Daarmee maakt hij zich in feite een politieke handlanger van Mohamed Bouyeri. Door mee te werken aan een klimaat van haat en van woede tegen de PVV. Volgens politicoloog Jean Tilly leidt dat tot ongeboden verschuivingen in het politieke spel. De gevestigde politieke partijen presenteren niet een eigen visie op die multiculturele samenleving. Ze gaan een beetje mee met Wilders. Ja, ze zijn bang om stemmen te verliezen. Waar zij falen in mijn ogen is dat zij naar dat electoraat van Wilders kijken en zeggen, oh, die mensen moeten we erbij trekken. Dat kan, maar dat doen ze op zo'n manier door Wilders op een milde vorm te volgen. Terwijl het land in brand staat, faciliteert u alleen maar. Mag de toon een beetje rustiger? De paradox is dat hij alleen maar extreem wordt. Want hij moet zich dan nog meer onderscheiden van die politieke partijen. De PVV pleit ervoor dat indien in een buurt in Nederland straatgeweld voor voornamelijk Marokkanen de kop opsteekt, het leger dient te worden ingezet. Hij mobiliseert wantrouwen, hij mobiliseert angst en hij mobiliseert wantrouwen tegen de politieke elite. Ja. Dus hij moet zich blijven onderscheiden van die politieke elite. Ja. En als die politieke elite dus iets gaat doen wat een beetje lijkt op wat hij ook zegt, dan moet hij zich nog sterker gaan onderscheiden. Ja. Waardoor zijn woorden steeds extremer worden. Zo maakt Wilders van de islam een gevaar van mythische proporties. Een spookbeeld dat nauwelijks wordt gerelativeerd. In the opinion polls, your ratings go right down in periods of calm. You need to be provocative. No, I would call it fear-mongering at best. What you are describing is a Dutch Guantanamo Bay. Is that what you want? It's common sense. Is it freedom of speech you're talking about, or freedom of hate speech? You are a racist, no, aren't I'm you? Not, no, I'm not at all. How dare you say that? Wie is Geert Wilders? Terwijl Wilders in het buitenland vaak stevig aangepakt wordt, hebben wij in Nederland besloten om het maar een beetje gezellig te houden. Misschien krijgen zijn uitspraken dan ook wel iets gezelligs. Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over 20 jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet. Over 20 jaar zitten ze overal. We verkopen ons land aan de duivel die Mohammed heet. En niemand doet er iets aan. 99% van die mensen voegt niets toe. Daar hebben we alleen maar ellende van. Even een moment van nuchterheid. Hoe zit het werkelijk met het oprukkende moslimprobleem van Nederland, waar Wilders zo tegen van leer trekt? Laten we even naar de feiten kijken. Iedereen heeft natuurlijk het idee van nou, de Turkse Marokkaanse gezinnen, veel kinderen, 4, 5 kinderen. Dat was in het begin wel, hè, toen ze hier kwamen, 20, 30 jaar geleden. Maar op dit moment is het zelfs zo, dat juist bij de jongere Marokkanen en Turken, de vrouwen, de meisjes, krijgen net zoveel kinderen gemiddeld en op net zo later leeftijd als de Nederlandse vrouwen. Dus je ziet gewoon dat die gezinnen zijn net zo groot of net zo klein als Nederlandse gezinnen. Dus die groei die neemt gewoon af. En de immigratie? De immigratie stelt niet zoveel meer voor. Kijk, de grenzen zijn behoorlijk dicht. Hè? De arbeidsmarkt, de regels zijn erg streng. Dus je komt niet zomaar als iemand vanuit het buitenland die in Nederland wil werken, komt niet zo makkelijk in Nederland meer binnen. Er zijn geen cijfers over het aantal moslims in Nederland. Maar als je kijkt naar Turken en Marokkanen, dan vormen die nu 4,4% van de bevolking. Over 15 jaar is dat 4,9%. Hun aandeel stijgt met 0,5%. Is dat wat je noemt een tsunami?